Hoi, goedemorgen. Welkom bij mijn hobby YouTube kanaal. We gaan doornemen een aantal dingen. Ik denk niet dat ik alles heb, maar een aantal dingen die ik in augustus geprobeerd heb en wat ik daarvan vond. Ik heb hier een bakje met alle spullen. Laten we beginnen met het nieuwste. Dat is de Colourpop. Ja, dit is de Summer Forever. Maar dit is niet degene die ik besteld had. Ik had de lichtste besteld, Get Shady. Maar ik heb een donkere gekregen. Het werkt als je een hele lichte hand hanteert. Het is een fijne bronzer. De formule is... Maar de kleur is gewoon een beetje donker. Ik bedoel... Hoe dan? Maar goed, het werkt. Het is een fijne bronzer. Het is alleen de verkeerde kleur. Colourpop had ik ook. Dit is Deluxe Velvet. En dit is het lippotloodje in BFF Cool. Die heb ik ook op. En dit lippotloodje heb ik op met de lipolie. Sorry. Wow. Ja. Prima. Zo. Ik vind over het algemeen de lipproducten van Colourpop heel fijn. Ik vind sowieso Colourpop een fijn merk. Qua lipproducten heb ik ook deze nieuwe van Catrice. En dit zie je bijna niet. Maar heerlijk voor gewoon thuis. En nou. Dan hebben we de Loud and Shine. Of de Shine lippenstiften van Catrice. Super mooie kleuren. Dit zijn de tweede en de derde in de rangorde. Zeg maar de lichtste kleuren. Deze komt heel dicht in de buurt bij mijn natuurlijke lipkleur. Dus, het zijn echt hele fijne lipstiften. Dan heb ik deze. Dat is de Melting Kiss, ook van Catrice. Voelt heel fijn. Maar zit niet zoveel pigment op. Maar ik denk misschien voor in de zomer prima voor degene die het wil. Deze van L'Oréal, daar had ik al een van. En dit is de kleur 602. Admirable Nude of zoiets. En het is voor mij iets te roze. Ik heb veel Catrice geprobeerd, omdat natuurlijk de nieuwe Catrice uit is gekomen. Maar ik heb ook... De nieuwe Nivea Cellular Filler 3-in-1 Hyaluronic Serum Foundation. Een hele mond vol. Wat vind ik ervan? Is het de slechtste? Nee. Is het de beste? Nee. Een zesje. Niet dat je denkt, woehoe. Dan hebben we deze van Catrice, de... Lift de Boost Up. Die vind ik lekkerder dan de Lift Up. Moet ik zeggen. Die vond ik niet zo leuk. Deze vind ik een prima mascara. Net als de Super Prime Primer. Doet hij meer dan mijn L'Oréal Paradise? Nee. Is hij prima? Ja, zeg maar. Zo'n beetje. De andere Eye Brightener. Is het de slechtste? Nee. Is het de beste? Nee. Doet hij zijn werk? Ja. Geeft geen dekking. Doet alleen maar corrigeren. De Brow Fix? Ja. Van Catrice. Ik gebruik dit soort producten niet heel veel, maar prima. Dan had ik de Milani
Cheek Kiss in de kleur Nude Flush, 110. Doe het met een kwast en niet met een spons, want hij blendt weg. Fijn product, weinig pigmentatie. Dan had ik van Catrice de eyeshadow sticks. Oké. Ik had van NYX de This is Milky Gloss. En ik kan niet zien in welke kleur dit is. Prima, heb ik al een aantal van. Prima. Dan had ik van Revolution deze. Oh, even draaien. Stempel met. Waar zijn ze? Een aantal van die schablonen voor je wenkbrauwen. Dit is de kleur Light. Die werken wel, alleen ze zijn een beetje kort. Daar kan je gewoon een staartje bij tekenen, zeg maar. Het werkt. Je moet hem eerst even afstempelen, want hij is heel donker. Ik vind hem heel donker. Maar het werkt wel. Zeker om een beetje een model aan te geven. En dan het product waar ik al maanden smachtend naar uitkijk om te proberen. Was nu bij Zalando. De L'Oreal Age Perfect Foundation Balm. Dit is de kleur 01. Fair. Want ik had ook de light, maar die was te donker. Het is niet het wauw wat ik ervan gedacht had. Kan ik ermee werken? Tuurlijk, prima. Is het beste wat je ooit geprobeerd hebt? Nee. Maar ja, dat is natuurlijk moeilijk met tegenwoordig als er zoveel uitkomt, zeg maar. Het is prima. Misschien moet ik gewoon nog even aan de structuur wennen, zeg maar. Het is nog niet helemaal dat je denkt, woehoe. En als laatste had ik het nieuwe oogschaduwpletje van Catrice de Mat. Voor mij prima. Ik hou niet van heel erg gepigmenteerde oogschaduw. Ik hou sowieso niet heel van oogschaduw. Dus voor mij is het prima. Wil jij hele spannende looks maken? En ik ga ondertussen even mijn kaptafel schoonmaken. En wil jij, ben jij van het hele heftige en pigment en brrr, en nou, niet doen. Want dat is het niet. Het pigment is beter dan de oude. Maar het is een lekker neutraal paletje. Laat ik het zo zeggen. Dit waren de dingen die ik in augustus. Oh, en hohoho. De nieuwe Catrice Hydro Protect Melting Moisturizer. Heel fijn. Dik. Het is een dikke substantie. Maar hij is fijn. Is die net zo fijn als mijn Ordinary die zo goed als leeg is? Nee. Maar is een goede tweede, zeg maar. Volgens mij waren dat de dingen die ik in augustus geprobeerd heb. Ik heb nog meer dingen van Colourpop nieuw. Maar die heb ik nog niet geprobeerd. Dus daar geef ik nog geen mening over. Die komen dan in de volgende maand. Dat was het. Bedankt voor het kijken. Like en subscribe. En dan zie ik jullie bij de volgende.